Daar hebben we met z'n allen echt naar gesmacht. En ook fantastisch voor Marines. En dat we vandaag gewonnen hebben. Een geweldige trainingsweek gehad. En dan is het vrijdag. En dan ga je toch met heel veel spanning in je buik richting de wedstrijd. Want we hadden brood, deze overwinning hadden we brood nodig. Ja, die hadden echt brood nodig. En dan probeer je vanaf het begin heel veel energie erin te stoppen. In een iets ander systeem, iets andere jongens erop. En dan probeer je vanaf seconde 1 het publiek erachter te krijgen, want het was vandaag weer massaal aanwezig. En ook complimenten richting het publiek. Die hebben ons tot het einde echt er doorheen gesleept en dat was weer fantastisch vanavond. De wedstrijd begon met, denk ik, 4-5 corners in de eerste 4 minuten voor ons. En die werden ook fantastisch getrapt. De eerste was een ingestudeerde die door Justin Mathieu binnen werd geschoten, maar werd geblokt door Fortuna. Tot de 24 minuten de eerste kans van Fortuna zit dat. Daarvoor, denk ik, hadden wij het heft volledig in handen. Energie erop blijven gooien, ook gevoetbald waar we hebben kunnen voetballen. Zeker met Marvin en met Jordi aan de zijkanten kwamen we regelmatig door. Tot een rode kaart, Brian Smeets. Nou, ik heb hem net even teruggezien, het was niet handig van hem. Hè, maar laten we daar de focus vanavond niet op leggen, maar laten we hem puur leggen op de overwinning. En dan is het nog een hele lange wedstrijd. En dan probeer je dat in de eerste helft een klein beetje neer te zetten met de jongens die op dat moment in het veld staan. Dus met een 5-3-1 formatie waarbij we hopen dat de Fortuna komt en wij vanuit de counter de 2-0 kunnen maken. Ik dacht ook dat we voor dus nog een kansje hadden gecreëerd daaruit. Dan kom je de rust in en dan probeer je het nogmaals neer te zetten. En we hebben bewust gekozen om het elftal te laten staan wat er op dat moment stond. Omdat we vonden dat er nog steeds heel veel energie in de groep zat. Na een tijdje zag je al dat Sander, de trainer, naast me aangaf bij Fortuna dat ze heel veel via de zijkanten wilden spelen. En veel voorzetten hebben gespeeld. Nou, ik denk dat voor ons ideaal was, omdat wij een vrij sterk centrum hebben die redelijk goed kunnen koppen, ook met Barto als middenvelder erbij. En dus daarin zijn wij zeker een paar keer door het oog voor een naald gekropen, maar vanuit voetbalsituaties hebben ze minder kansen gehad. Vanuit voorzetten hebben ze zeker wel druk op ons gehad. Maar ik denk dat wij met z'n allen de schouders onder hebben gezet, dat we tot het einde hebben geknokt, dat het publiek het laatste kwartier ons er echt doorheen heeft getrokken en wij heel erg blij zijn met deze overwinning. En ik wens Fortuna heel veel succes in de rest van de competitie. Oké, dankjewel, Zipke. Sunday. Hi, good evening, everybody. Personally, I think the game just boiled down to just one minute. That was the corner kick. That was all. Apart from that, it was practically one team, in my opinion, that was on the pitch. And I think my players did the best. They dominated the game the way we wanted it. We made them feel that they were better in certain areas, and the moment they got in certain other areas, we took over control like we wanted. But I think we're just very unlucky because if I take off the goal that we conceded, I can't really see a chance that was created by our opponents out of playing, without being corner kicks or something like that. We have a very young squad, very determined squad, hungry players, and I'm very proud of what they played today. We gave our best. We really played well. But like we said from the beginning, we are a modest club, but we are a very active and hungry club. We are looking to go forward. And the boys they've done really well. I can't expect our players to win every game, but all we can expect players, and that is the motto of Fortuna since I have personally been there, and it's that when we play, we give all our all. We'll make mistakes, but we'll try to progress in it. I congratulate Cambio for winning, because I can say all I want at the end of the game is the team that scores that wins. And they scored and they won, so we have to congratulate them for that. But for Fortuna, we are very proud of the way it is. And like we always do, we go back to the training pitch tomorrow and we start preparing for the next game. That's all we're looking at. So I personally thank you all for coming. And congratulations once again to Cambuur. Oké, dankjewel, Sunday Olise. Zijn er vragen? Zipke, is dit een systeem waar jullie op gaan voortborduren tot de winterstop? Nou, je weet van ons, Gerrit, ook uit het verleden dat wij meerdere systemen willen hanteren. En wij wilden vandaag absoluut Martijn van der Laan laten starten. En als je dan Martijn van der Laan als linker centrale wil laten starten, ja, dan gaat dat in een 4-3 systeem, zou het dan ten koste van Robben Schilder op die positie moeten gaan. Je haalt nooit je aanvoerder eruit, vind ik.
En dat vindt Marinus natuurlijk ook. En dan had hij naar het middenveld gemoeten. Dat hebben we ook geprobeerd in de trainingen begin van de week. Hè, maar wij vonden dat, niet de beste keuze. Dus toen hebben we, zijn we teruggegaan naar een 3-6-1, 5-4-1, hoe je het maar wilt noemen. Hè. Wij noemen het zelf 3-6-1. Dus dit systeem is ook zeker naar voren gekomen omdat wij Martijn van der Laan wilden laten starten. Waar wij die wens om van der Laan beslist te laten starten? Nee, maar ook als je ook ziet van hoe... Martijn van der Laan is op dit moment topfit. Hè. Hij kon voor 80 minuten kon hij gewoon prima voetballen. Is een jongen met ervaring. Wij wisten dat Fortuna die zakken de meeste wedstrijden zakken ze in. Dus, de wedstrijd die ik heb gezien speelde ze heel erg vanuit de counter. Nou, dat betekent dat je achterin heel veel aan de bal komt. En met Martijn van der Laan is dat een speler die gewoon een vaste trap heeft. Hè? Die ook het spel kan verdelen, die ook de crossbal kan spelen, die ook de paar tussendoor kan spelen. En het andere aspect is dat Martijn, je ziet ook welke energie Martijn aan het publiek geeft. Hè? Zijn naam werd volgens mij al gelijk in de eerste minuut gescandeerd. En die positieve energie hadden we gewoon nodig en vandaar ook de keuze om Martijn van der Laan vandaag te laten starten. Ja,